Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik iedereen in deze dienst van harte welkom. In het bijzonder de gasten onder ons. In deze dienst gaat voor Arie de Leeuw en Kees Tekete bespeelt het orgel. Tijdens deze dienst zijn de gaven. Rondgang van gaven. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. Kerk in actie voor de vrede in Syrië. De tweede rondgang is voor de kerk. En in de schaal achterin kunt u uw gift geven. Zondag 25 september gaat Just van Es voor. Dat is niet 25 september, maar 18 september. Organist is dan Jan Smit. Dan heb ik nog een mededeling. In het koor ligt er een kaart voor de heer Gerrit Smit, die ernstig ziek is. Wij willen aan u vragen om daar uw naam in te schrijven. Na deze dienst is er koffie en thee op het koor. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Er is dadelijk gelegenheid voor stilgebed, waarna we de liturgie zullen volgen. Wij wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. Jongens, jullie daar moeten gaan staan. Onze hulp is de naam van de Heer. Amen.
De Heer zal bij jullie zijn. Wij roepen tot God om ontferming over onze wereld, die gebukt gaat onder de dood, het geweld en het onrecht dat mensen wordt aangedaan. Deze zondag denken wij in het bijzonder aan kinderen die vluchteling zijn. Vooral aan de alleenstaande kinderen die vaak reizen op de Bonnefoy. Ze kennen de route niet, ze hebben geen geld. Bijna de helft komt uit Syrië en Afghanistan. Alleen reizende kinderen zijn buitengewoon kwetsbaar, zegt UNICEF. En het risico van uitbuiting en misbruik door smokkelaars en mensenhandelaren is buitengewoon groot. Ook in Nederland komen de laatste maanden steeds meer kinderen aan. Vanuit onze eigen machteloosheid en vanuit ons meeleven met deze kinderen roepen wij tot God: Heer, ontferm u over hen. Amen. Laten wij samen bidden. God van liefde, God van trouw, wij bidden u
roep ons tevoorschijn uit alle struiken waarachter wij geneigd zijn ons te verbergen. Roep ons tevoorschijn en betrek ons bij uw geschiedenis met mensen op aarde. Open ons en wijs ons een weg om samen te leven. Amen. De eerste lezing is uit Exodus 2, vers 1 tot en met 10. En het is van belang om van tevoren te weten dat in het eerste hoofdstuk door de farao bevolen is dat alle zonen die in Israël geboren worden in de rivier moeten worden geworpen en dat elke dochter mag blijven leven. En de reden is: zie, het volk van de zonen van Israël is ons te veel. Een man uit het huis Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En zij zag hem, dat hij goed was, en verborg hem 3 maanden. Langer kon zij hem niet verbergen. Dus nam zij voor hem een arkje van biezen en belijmde het met lijm en met pek en legde daarin de geborene. En legde het in het riet aan de oever van de rivier. En zijn zuster ging iets verderop staan om te weten wat hem gedaan zou worden. En de dochter van farao daalde af om te baden in de rivier. En haar dienaressen gingen heen en weer langs de kant van de rivier. En zij zag het arkje midden in het riet en zond haar slavin om het te halen. En zij opende het en zag hem, de geborene. Kijk nou, een huilende jongen. En ze kreeg medelijden met hem en zei: dit is een geborene van de Hebreërs. Toen zei zijn zuster tot de dochter van farao: zal ik gaan en voor u een zogende vrouw roepen van de Hebreeuwsen, dat zij voor u de geborene zal zogen? En de dochter van farao zei tegen haar: ga. En het meisje ging en riep de moeder van de geborene. En de dochter van farao zei tegen haar: laat deze geborene meegaan en zoog hem voor mij en ik zal u zelf uw loon geven. En de vrouw nam de geborene en zoogde hem. En de geborene werd groot en ze bracht hem naar de dochter van farao. En hij werd haar tot zoon en zij riep zijn naam, Mozes, want zei ze, uit het water heb ik hem getrokken. Thank you.
En het geschiedde in die dagen waarin Mozes groot werd en uitging naar zijn broeders en hun lasten zag. Dat hij zag hoe een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, een van zijn broeders sloeg. En hij keerde zich om en om en zag dat er niemand was. En hij sloeg de Egyptenaar neer en borg hem weg in het zand. Ook op de tweede dag ging hij uit en zie, twee Hebreeuwse mannen vochten met elkaar. En hij zei tegen de schuldige, waarom sla jij je naaste? Hij zei, wie heeft jou tot overste en rechter over ons aangesteld? Ben jij erop uit mij om te brengen zoals je die Egyptenaar hebt omgebracht? En Mozes schrok en zei bij zichzelf, de zaak is zeker bekend geworden. Ook Farao hoorde van deze zaak en probeerde Mozes om te brengen. Maar Mozes ontsnapte aan het gezichtsveld van Farao en zocht een verblijfplaats in Midian. En hij verbleef bij de put. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer. Vandaag wil ik beginnen bij de allereerste vraag die in de Bijbel gesteld wordt. En God de Heer riep de mens en zei, waar ben jij? Mens, waar ben jij? Niet wie ben jij? Als het al over identiteit gaat, dan moet je vooral kijken naar de plek waar je bent. Mens, waar ben jij? Het is een
aanduiding van hoe wij ons God zouden kunnen voorstellen. Voor mij een aanduiding die ik me ook goed kan voorstellen. Dat je van God het beeld hebt van een roepende. Telkens opnieuw, als wij ons weer verborgen hebben, omdat we ons bewust zijn geworden dat we niet de verleiding hebben kunnen weerstaan om als een God te willen leven hier op aarde. En omdat we weten dat we het heel vaak vertikken om het allereenvoudigste en tegelijkertijd het allermoeilijkste te doen. En dat is mens zijn op aarde. Ik was ook nieuwsgierig naar de tweede vraag die in de Bijbel gesteld wordt, ietsje verder. En die luidt: waar is je broeder? Weer niet wie, maar waar? Het is trouwens ook de eerste keer dat het woord broeder gebruikt wordt in de Bijbel. En die broeder heeft ook een naam. Abel. En die naam betekent zoiets als dampje, ieltje, luchtbelletje. Om dat woord broeder hangt dus ook altijd vanaf het begin iets heel kwetsbaars. Iets heel breekbaars. Eén zuchtje tegenwind en het belletje spat uit elkaar. Kort samengevat zou je kunnen zeggen: wat hier gezegd wordt over de mens die als een God wil leven hier op aarde en die het vertikt om werkelijk mens te zijn, dat je daarvan kunt zeggen dat het dus een buitengewoon problematisch wezen is. Die mens die als een God wil leven en die mens wil zijn zonder zijn broeder en niet de hoeder van wat kwetsbaar is. En met die twee vragen gaan we nu naar Mozes. En dat begint dan met dat buitengewoon kleine zinnetje, wat alleen in de Statenvertaling nog bewaard is gebleven. En het geschiedde in die dagen. En wie iets van de Bijbel af weet en kerstfeest jaarlijks viert, die weet dat zinnetje doet me gelijk denken aan de geboorte van Jezus. Aan die andere geborenen. En het geschiedde in die dagen. En het is een uitdrukking die heel vaak in het Hebreeuws gebruikt wordt als de verteller aan wil geven dat er iets van Gods wegen in beweging komt. Dat er geroepen is. Dat er iets tevoorschijn wordt gehaald. En wat wordt hier geroepen? En wat komt hier tevoorschijn? Wat voor dagen zijn dat?
Het zijn de dagen waarin Mozes groot werd, waarin hij uitging naar zijn broeders en hun lasten zag, echt tot zich liet doordringen wat hen overkwam en aangedaan werd. En het geschiedde in die dagen dat hij die aan het hof van iemand die als een god leefde op aarde, de farao, dat hij zijn eigen comfortabele positie verlaat en naar de plaats gaat waar zijn broeders zich bevinden en hun lasten ziet. Dat zijn dus blijkbaar de gevolgen van die roep, dat roepen van God over de aarde. En dat wil die verteller ons laten horen. Hoor maar mee. En het geschiedde in die dagen. Drie keer horen wij hier het werkwoord zien. Eerst ziet Mozes de lasten van zijn broeders. Dan ziet hij hoe een van zijn broeders geslagen wordt. En tenslotte ziet hij dat er niemand is. En heel vaak wordt dat uitgelegd als de stiekemigheid, de geheimzinnigheid die wij zelf aan de dag leggen. Voor als niemand het ziet, dan kan ik hem wel neerslaan. Maar het is in het Hebreeuws een uitdrukking die veel vaker gebruikt wordt. En dat er gezegd wordt, hij zag dat er niemand was die te hulp kwam. Er was niemand die hielp. En dan komt de vraag heel dichtbij je. Waar ben jij en waar is je broeder? En het brengt je bij de beslissende keuze, waar je ook zelf vaak voor komt te staan. Ben ik het die zal helpen? Het is onontkoombaar. Er is niemand anders die helpt. De mensen die geen helper hebben, nemen in de Bijbel een aparte plaats in. In de categorie van de armen, van de weduwen en de wezen, de mensen die er alleen voor staan. Natuurlijk kan ik er niet omheen om ook iets te zeggen over het feit dat een doodslager degene zal worden die het volk Israël uit Egypte heeft bevrijd. Moeten wij het gedrag van Mozes goed praten? Er zijn veel commentaren die dat doen, in elk geval proberen. Moeten we het psychologisch proberen te verklaren? Een soort impulsieve Petrus avant la lettre. Geen gemoraliseer, zou ik zeggen. Er is niemand die helpt. Mozes handelt niet uit eigen belang. Hij zet zijn eigen positie op het spel. Hij riskeert zijn eigen leven door op te komen voor wie onrecht wordt aangedaan. En we moeten niet vergeten, het is bezet gebied.
Denk aan de Tweede Wereldoorlog. En Rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: hoe bepaal je nou het moment dat de nacht voorbij is en de dag begint? Want je vraagt je natuurlijk af, hoe zag Mozes dat het om zijn broeders ging? Een van zijn leerlingen zei: wanneer je in de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden. Nee, zei de rabbi, zo niet. Wanneer je in de verte het verschil tussen een vijgenboom en een dadelpalm kunt zien, probeerde een andere leerling. Ook niet, zei de rabbi. Wanneer dan? Riepen ze in koor. Wanneer je in het gezicht van een ander mens kijkt en daar in het gelaat van je zuster of van je broeder ziet. Tot dat moment is de nacht nog bij ons. Daarom koos ik voor die foto op de voorpagina van Paus Franciscus en een oude vrouw. Haar vastklampende hand op zijn schouder ontroerde me. Maar niet alleen daarom staat hij op de voorpagina, maar ook om wat hij gezegd heeft. In Polen, bij de Wereldjongerendagen. Hij had nog maar amper voet op Poolse bodem gezet, of hij riep de Poolse regering op om ruimhartiger moslimvluchtelingen op te vangen. Wie zijn beroofd van hun grondrechten, hebben onze solidariteit hard nodig. Help ons om aandachtig te luisteren naar wie we niet begrijpen, uit andere culturen en volken, zelfs als we bang voor hen zijn of ze als dreiging beschouwen. Zo bad hij daar. En ons woord aan een wereld in oorlog, zei hij toen, heeft een naam. Zijn naam is broederschap. Bruggen bouwen. Gemeenschap en verbondenheid. Ik eindig met de evangelielezing voor vandaag. Wanneer de mensenzoon komt, zal hij zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom, neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie is bestemd. En de rechtvaardigen zullen dan antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen? U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben we gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen?
En dan zal de koning antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Amen. Dan willen we nu graag samen bidden. Allereerst een dankgebed en daarna de voorbeden gezongen en tenslotte het Onze Vader. Vaak hebben we een gebed in stilte bij de gebeden en dan is het de bedoeling dat ieder mag zeggen wat hij wil en wat een ander niet voor hem of haar kan zeggen. Maar het leek mij goed om dit keer het dankgebed in stilte te doen. Dat ieder van ons nu eens tot de roepende uitspreekt wat hem het leven goed heeft gedaan. Wij danken in stilte.
En laten wij nu bidden voor degene die ons regeren. Ik hoorde net als u over de vader van Jan Smit, Gerrit Smit. Dat hij uit het ziekenhuis is thuisgekomen met de boodschap: we kunnen niets meer voor je doen. En voordat wij het onze vader bidden, wil ik graag voorbeden doen voor Gerrit. Barmhartige God, op wie wij vertrouwen als de God die niet laat varen het werk van zijn hand, ook niet het werk dat in ons midden de naam van Gerrit Smit draagt. Wij bidden u voor hem, dat hij mag ervaren dat uw naam is: ik zal er zijn voor jou, ook in de dood. Daar mag je op vertrouwen. Amen.
En dan nu het gebed wat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade, want van u is het koningschap en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Uw gaven worden nu ingezameld.
ga in vrede en ontvang de zegen van de levende. De levende zegene u en hij behoede u. De levende doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.